Eindhoven heeft een ambitieus klimaat- en energieplan om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om dit voor elkaar te krijgen is besloten om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Een van de grootste energieverbruikers is Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep. In 2017 gebruikte het zwembad zo'n 740.000 kubieke meter gas en 3,1 miljoen kilowattuur elektriciteit. Om het verbruik terug te dringen zijn we met 3 projecten aan de slag gegaan. Het toepassen van adaptieve LED-verlichting, het plaatsen van 3400 zonnepanelen en het gebruik van water-water-warmtepompen. Een unieke samenwerking met Brabant Water.